9 cultuurdragers die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en waarborging van de Javaanse cultuur in Suriname, hebben vandaag op een bijzondere manier waardering voor hun werk en inzet mogen ontvangen. Het gaat om Made Augustini, Sapto Sopawiro, Legio Suropawiro, Roesman Darmohutomo, Sarini Edi, Henny Kasseran, Legimin Moduwirio, Sailan Edi en Legiman Sontosin Noyo. Deze belangrijke waardering kregen zij van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Onderdirecteur Clifton Braam zegt dat deze personen iets bijzonders achterlaten voor de komende generaties. En daar is waar het om gaat bij cultuur. Die normen en die waarden die dreigen verloren te gaan. Maar dankzij u zal dat niet gebeuren. Dankzij u zullen we verder kunnen gaan. Ons immaterieel en materieel erfgoed. We maken gebruik van elkaars erfgoed. We maken gebruik van wat we allemaal hebben meegenomen. En eigenlijk moeten we niet zeggen dat we zoeken naar een één Suriname. We zijn het al. Kijk maar hoe we hier bij elkaar zitten. En waardering is zeer belangrijk. Dus nogmaals, dank ook voor uw bijdrage. Cultuurdeskundige Javaanse sectie Saskia Paiman heeft deze groep van mensen in kaart gebracht. Het zijn personen die altijd klaarstaan als er om hulp gevraagd wordt en die de cultuur overdragen aan jongeren. Directeur Roseline Daan benadrukte de wezenlijke bijdrage die de gehuldigden hebben geleverd aan de culturele diversiteit van Suriname. Deze personen zijn uitgekozen vanwege hun jarenlange samenwerking met de afdeling Cultuurstudies.